President Santokhi heeft tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York meerdere belangrijke ontmoetingen gehad, waaronder een exclusieve bijeenkomst georganiseerd door de America's Society, Council of the Americas, en een bilateraal gesprek met klimaat- en natuurbeschermingsorganisaties Spaces en Systemic. Tijdens de lunchbijeenkomst van deze organisatie presenteerde Santokhi de investeringsmogelijkheden in Suriname, met nadruk op sectoren zoals energie, landbouw, technologie en toerisme. Hij benadrukte ook het potentieel van farmaceutisch onderzoek in het land. De bijeenkomst bood een platform voor topmanagers en investeerders om te verkennen hoe zij kunnen bijdragen aan de economische ontwikkeling van Suriname. In een apart gesprek besprak Santokhi samen met minister Marciano Dassai duurzame klimaatfinanciering met vertegenwoordigers van Spaces en System IQ. Suriname zet stappen om de bescherming van zijn regenwouden te waarborgen en de klimaatverandering tegen te gaan. De samenwerking met deze organisaties richt zich op toegang tot klimaatfinanciering en het opzetten van projecten, zoals de versterking van milieubescherming en de ontwikkeling van de bio-economie. Beide initiatieven onderstrepen de toewijding van Suriname aan zowel economische groei als duurzame ontwikkeling.